Goedemorgen iedereen. Ook welkom terug aan iedereen die net terug is gekomen van vakantie. Jammer genoeg, je vakantie is nu afgelopen. Maar laten we eerst met ons eerste lied van vanochtend zingen. Samen de naam van Jezus. Samen kunnen zingen als normaal. En dat is natuurlijk niet echt. Dat zijn we natuurlijk allemaal niet gewend. Is het misschien ook gewoon goed als we dan vanochtend ook de tijd nemen om ook de liederen te luisteren, te beluisteren. Is dat we ook misschien ook juist nu wat meer stil kunnen staan bij wat we normaal gezien gewoon altijd zo zingen. Wat die tekst nu allemaal zegt. En dat we misschien even nu ook echt bij stil kunnen staan. Maar laat ik ten eerste beginnen met de dienst opdragen in gebed. Heer, als we ook lezen, als we het nieuws ook lezen over wat wereldwijd ook plaatsvindt, over de coronacrisis en de andere problemen die gewoon de wereld treisteren. Heer, het is zo goed om te weten, Heer, dat u toch, ondanks alles, toch Heer en Koning bent. Dat u nog steeds de God bent, Heer. Dat u nog steeds Heer bent. Heer, ik wil gewoon bidden ook voor de christenen die wereldwijd vervolgd worden. Die het niet makkelijk hebben in deze tijd, die al heel lang al niet meer samen kunnen komen vanwege de vervolging. Wilt u bij hen zijn? Wilt u bemoedigen en sterken? Ook misschien ook juist als ze in gevangenschap zitten. Heer, ik wil gewoon bidden ook voor Nederland zelf. Voor de overheid die moeilijke beslissingen moet gaan maken bij het crisis en bij andere dingen. Ik bid hier dat ze wijsheid mogen ontvangen. Dat ze de juiste keuzes mogen gaan maken. Heer, ik wil gewoon bidden hier voor de gemeentes, voor de kerken wereldwijd en ook in Nederland. Waarbij je gewoon niet samen kan komen. Dat ze toch, ondanks ook als het alleen, dat ze toch nog bemoedigd worden door het lezen van uw woord of door het gebed. Dat ze toch, ja, ondanks dat ze niet bij elkaar kunnen komen, dat ze toch steeds dichter bij u mogen komen. Wilt u ook bij ons zijn hier in Bethel? Dat deze dienst, wilt u deze dienst gebruiken tot eer en glorie van uw naam. Bid dit in Jezus' naam. Amen.
Luister nu naar het lied Opwekking 684, Adembenemend. Majesteit is onaantastbaar, niemand is aan u gelijk. Onafgewezen zonder weerga, koning van het hemelrijk. Oorverdovend als de donder, helder als een bliksemschicht. Oogverblindend is de luister van uw heilig aangezicht. Toch bent u niet onbereikbaar, door uw geest woont u in mij. U bent alomtegenwoordig, overal altijd nabij. U bent adembenemend, eindeloos groot, overstijgt wat een mens ooit heeft gezien, gehoord, bedacht. U bent meer dan bijzonder, buitengewoon. Niets is vergelijkbaar met uw majesteit en pracht. Uw werken zijn verbazingwekkend, schoonheid die de schepping vult. Onuitsprekelijk is de grootheid waarmee u zich heeft omhuld. Ondoorgrondelijk zijn uw wegen, onvoorstelbaar is uw macht. Uw gedachten zijn ongrijpbaar, ontzagwekkend is uw kracht. Toch bent u niet onbereikbaar, door uw geest woont u in mij. U bent alomtegenwoordig, overal altijd nabij. Adembenemend, eindeloos mooi, overstijgt wat een mens ooit heeft gezien, gehoord, bedacht. U bent meer dan bijzonder, buitengewoon. Niets is vergelijkbaar met uw majesteit en pracht. Wijsheid is onovertroffen en uw woord zal nooit vergaan. Uw rechtvaardigheid onwrikbaar, eeuwig blijft uw trouw bestaan. Onweerstaanbaar is uw liefde, uw genade ongekend. Heere, u bent onbeschrijfelijk, want u bent wie u bent. U bent adembenemend, eindeloos mooi, overstijgt wat een mens ooit heeft gezien, gehoord, bedacht. U bent meer dan bijzonder, buitengewoon. Niets is vergelijkbaar met uw majesteit en pracht. U bent adembenemend, eindeloos mooi, verstijgt wat een mens ooit heeft gezien, gehoord, bedacht. U bent meer dan bijzonder, buitengewoon. Niets is vergelijkbaar met uw majesteit en pracht. Goedemorgen. Geweldig om te zien dat er zoveel mensen zijn. Zoveel hebben we het nog nooit eerder gehad, deze periode, helemaal niet in de vakantie. Nou, mooi. Fijn om jullie allen weer te zien. Vanmorgen heb ik een aantal mededelingen voor u. Allereerst over de zieken. Broeder en zuster Freek van den Berg bedanken de gemeente voor de vele kaarten die ze mochten ontvangen in de afgelopen tijd. Het is goed om te merken ook dat hij merkt dat hij ze herstelt, dat het langzaam beter wordt met hem en er zit een stijgende lijn in.
Komende week wordt onze zuster Mayo geopereerd op 6 augustus. En ook daarvoor vragen we uw gebed. Ze krijgt een slokdarmoperatie. We wensen haar veel sterkte en Gods nabijheid toe. Dan een paar algemene mededelingen. Komende maandagavond, is er weer het tuinonderhoud hier aan dit gebouw. Ik heb wel gemerkt dat we steeds minder tuin krijgen. We hebben steeds meer parkeerplaatsen. Was het nodig en ook voor de fietsen. Maar desalniettemin blijft het onderhoud nodig. Daarvoor wordt u ook uitgenodigd vanaf 7 uur 's avonds. Dan de gebedskringen en gezamenlijke bidstond. Voor de maand augustus nodigt de kring van Klaas u uit om hier samen te komen. Iedereen is daarbij van harte welkom en om bij hen aan te sluiten. Een kring voor bijbelstudie en gebed. In verband met corona waren er voor de zomer geen bidstondavonden gepland. Maar inmiddels is de situatie in onze omgeving sterk verbeterd, zodat deze mogelijkheid weer wordt aangeboden. De kring wordt deze maand wekelijks gehouden op de donderdagavond hier in Bethel en begint om 19:30 s'avonds. De eerste bijeenkomst daarvan is dus komende donderdag. Vanaf de maand september is de gezamenlijke bidstond terug van weg geweest. Als u niet naar een kring gaat of uw kring komt nog niet bij elkaar, dan bent u van harte welkom op de woensdagavond om 19:30 uur. Dus 's avonds om 19:30 hier in dit gebouw in het Raffinemie achter. De eerste gezamenlijke bidstond is op 2 september aanstaande. We hebben wel gemerkt, denk ik, dat de afgelopen tijd voor veel mensen ook een spannende tijd is geweest. En daarom is het heel goed om elkaar ook te zoeken en om samen te komen in gebed. Als u half kan, in augustus, donderdagavond, en in september, 2 september aanstaande, op de woensdagavond, probeer dan te komen. Het zou goed zijn om samen in gebed te gaan voor hen die het erg moeilijk hebben, maar ook voor ons land in deze toch wel moeilijke tijd voor velen. Er zijn veel bewegingen gaande, wat echt toch best wel verontrustend is. Vanmorgen is ook de uitzending voor RTV Hattem. Ook deze mensen van harte welkom in onze dienst. En vanavond is er een getuigenisdienst en viering van het Heilig Avondmaal. We beginnen dan om 7 uur. Ook voor die avondmaaldienst wil ik u van harte uitnodigen. Het is altijd een hoogtepunt in de gemeente om avondmaal met elkaar te houden. Om het brood te breken en de beker te drinken zoals onze Heer Jezus Christus dat heeft ingesteld. Doe dat, heeft hij gezegd, tot mijn gedachtenis. En ook in deze tijd, en misschien zijn velen weer terug van vakantie, is goed om elkaar weer te ontmoeten. Met name aan de tafel van de Heer is het geweldig om samen broeders en zusters te zijn en samen gemeente. Vanavond heeft Erik dan de leiding en Chris heeft het avondmaal. De collecte is vandaag bestemd voor algemene doeleinden. Daarvoor kunt u de gift-app gebruiken. Ook kunt u het nummer vinden in het Bethelnieuws, wat ook klaar ligt in de gang voor deze nieuwe maand die vandaag of gisteren begonnen is. Maar ook bij de zijdeur staan de collectezakken, die kunt u ook gebruiken. Goed, dit waren zo de mededelingen, daarvoor willen we ook voorbeden doen. Heer onze God, het is goed om u aan te lopen in het gebed, ook deze morgen, om zo u in eerste plaats te danken voor wie u bent, voor het offer wat u hebt gebracht om ons te redden. U hebt uw leven gegeven, uw bloed gegeven als een losprijs voor velen. Heer God, en we willen u danken dat u ons gezocht hebt, maar dat we u ook mochten vinden. We prijzen daarvoor uw heilige naam. We danken u voor uw nabijheid ook in deze tijd. Deze toch wel spannende tijd voor velen, Heer God, waar ziekte heerst, waar mensen dreigen besmet te worden, waar angst heerst, Heer God, en we willen vragen, wilt u ook daarin aanwezig zijn? We willen voorbeden doen, Heer God, voor Mario, die komende donderdag geopereerd wordt. Wilt u met haar zijn? Wil ook haar bemoedigen en ook uw nabijheid doen ervaren? We willen ook zo voorbeden doen voor Ria, Heer God. Wilt u ook met haar zijn? Wilt u ook bidden, Heer God, of eigenlijk danken ook voor de familie van den Berg? Heer, wil ook hen zegenen, ook in hun in de moeilijke tijd die ze ook gehad hebben, dank u wel dat er herstel is. En we willen bidden, Heer God,
of u dit alles ook in uw handen wilt nemen. Dan bidden we ook voor onze andere zieken die we zo kennen bij name. Kennen, Heere God, en doen en ervaren dat u er bent. U kent ze, Heer God, u weet wat ze meemaken, u bekent onze gedachten immers. En u weet wat er zelfs in onze harten huist, of eigenlijk waar we mee bezig zijn. We willen vragen, Vader in de hemel, wilt u ook meer en meer ruimte krijgen in ons leven, omdat u de eerste plaats hebt en houdt. We bidden voor het werk wat we zo mogen ondersteunen als gemeente zijn op de Filipijnen. We willen ook daar zegenen, op de moeite die daar is. We bidden voor hen die te lijden hebben onder de overstromingen, ook in Roemenië. Ook daar wordt het werk van Mino zo met elkaar ondersteunen en dragen. Heer God, wil ook het werk op de Heren kon zegenen. Heer God, waar we zo bij betrokken zijn, wil ook hen zegenen, ook in de leiding. De kampen die er zijn voor de jeugd en voor de tieners. Heer, wil ook dat in uw handen nemen. Heer, en zo bidden we ook voor het werk van de zending. Wereldwijd, waar zoveel zijn uitgegaan, soms op hele moeilijke plaatsen, om uw woord te brengen. We leggen ook hen in uw handen en vragen, Heer God, doe en ervaren dat u zegent. Heer, en dat ze iets mogen zien van de zegen die u daar geeft. Heer, zo willen we dit alles bij u brengen. Ook uw volk willen we in het bijzonder aan u opdragen. Het is uw oogappel, heb u gezegd. Het is een wonderlijke weg die u ook met hen gaat vanuit de geschiedenis, zoals we hem ook wel lezen mogen vanuit uw woord. Maar ook welke weg of ze nog te gaan hebben. Heer, ook dat leggen we bij u neer. Heer, want we weten naar uw belofte dat u tot uw doel zult komen en we bidden voor de vrede van Jeruzalem. Heer, zo bidden we voor ieder die hier vanmorgen is, met welke gedachten, met welke achtergrond, wat we van de week hebben meegemaakt. We hebben ook weer mensen ontmoet die ziek waren door de corona, maar toch weer in ons midden zijn. Geweldig, Heer God, dat u ook hen weer geneest en hen weer binnen ons midden brengt. Heer, we verwachten het van u en we zien ook naar u uit, want we hebben ook beloofd dat als deze dingen allemaal gaan gebeuren, Heer, en het somberde, want de radeloosheid in de wereld ook toeneemt, dat uw komst dan zeer dicht nabij is. En daar zien we naar uit. We danken u voor de vergeving van onze zonde die er is in het bloed van onze Heer Jezus Christus. We danken u dat u overwonnen hebt op de eerste paasmorgen, Heer God, de eerste zondag die er was, de eerste dag der week, Heer God, dat u overwinning hebt behaald over de zonde en de dood. We zien daarover uit, daaroverheen naar u toe weer, want we weten dat u alles in uw handen hebt. Wil de kinderen zegenen, spoorzoekers hiernaast in de tent, maar ook in de kres, dat ze iets mogen horen en begrijpen van wat er gezegd wordt, wat ze mogen doen met elkaar, dat wij bepaald mogen worden bij Jezus Christus als een trouwe vriend die er altijd is. Heer onze God, onze hulp en verwachting, ook voor deze morgen, maar ook de week die zo voor ons ligt, is immers van u alleen. Amen. We luisteren nu naar het lied Johan de Heer 149, Groot is uw trouw. Zonden en uw nabij.
is uw trouw, o Heer. Groot is uw trouw, o Heer. Iedere morgen aan mij weer betoont. Wel ben ik ontrouw, gij blijft immer dezelfde. En gij steeds waard, dat bewijst gij ook nu. Battle-klassieker, Johan de Heer, 149. En het is ook een hele mooie. Groot is uw trouw, Heer, ook nu. Ik denk dat lied, dat is misschien nu juist het meest toepasselijke dan ooit van tevoren. Hij is nog steeds trouw, ook al komen we niet zo regelmatig weer bij elkaar. Gaat het, en door de coronacrisis zien we ook veel minder mensen. Hij is er nog steeds nabij. Dat is natuurlijk ook bemoedigend om dat te weten. En dan laten we ook het volgende lied ook zingen, dat we ook dat verlangen hebben om ook Christus te zien. Laat ons Christus zien. Wekking 755. Hart, o God, en maak het goede groot. Help ons te ontvangen wat u spreekt tot ons. Plant uw woord diep in ons hart. Geef het rijke in uw waarheid, Heer, geef dat wij vol vreugd. Laat ons zien, laat ons Christus zien. Laat uw glorie ons beschijnen, als uw woord gepredikt wordt. En laat een ieder hart begeleiden, hij is Heer. Uw woord is levend licht, voor ons verduisterd hart. Draagt verleiding heen, wijst ons steeds ons pad. Uw woord is brood voor onze ziel, vrijheid voor de slaaf. Geeft ons wijsheid, voedt ons op, Heer, spreekt tot ons vandaag. Laat ons zien, laat ons Christus zien. Laat uw glorie ons beschijnen, als uw woord gepredikt wordt. En laat een ieder hart beleiden, hij is Heer. Waar zouden wij gaan, Heer, waar zouden wij gaan? U hebt de woorden van eeuwig leven. Waar zouden wij gaan, Heer, waar zouden wij gaan? U hebt de woorden van eeuwig leven. Waar zouden wij gaan, Heer, waar zouden wij gaan? U hebt de woorden van eeuwig leven. Waar zouden wij gaan, Heer? Waar zouden wij gaan? U hebt de woorden van eeuwig leven. Amen.
laat ons zien. Laat ons Christus zien. Laat ons zien. Laat ons Christus zien. Laat uw glorie ons beschijnen. Als uw woord gepredikt wordt. En laat een ieder hart belijden. Hij is Heer. Ik vind het ook echt een mooi lied. Dat natuurlijk ook gebaseerd is op een Bijbeltekst. Van de discipelen die dan Jezus vragen. Waar zouden wij gaan, Heer? Waar zouden wij gaan? U hebt het woorden van eeuwig leven. En ik vind het toch altijd wel een mooi lied. Maar vanochtend wou ik met jullie het hebben over het zuurdeesem en het fariseërs. Misschien een beetje een gekke sprong. Maar dus daar wou ik het misschien over hebben. En dus ik wil vragen of je de Bijbel vast bij wil pakken. En we willen bladeren naar Matteüs 16. En we lezen de eerste 12 versen. Dus Matteüs 16, vers 1 tot 12. Maar voordat we de tekst gaan lezen, is het misschien goed om even stil te staan op welke punten we in dit verhaal zijn. Nou, op dit punt in het verhaal Matteüs 16 heeft Jezus al veel tijd doorgebracht in het meer van Galilea. Hij heeft veel rondgereisd, veel gepreekt, veel wonderen gedaan. In het hoofdstuk hiervoor nog, in hoofdstuk 15, wordt nog beschreven hoe Jezus op een gegeven moment kreupelen genas, blinden genas en doven genas. En op een gegeven moment was er een menigte verzameld van meer dan 4000 mensen. En hij had 7 broden en een aantal vissen. En dat brood dat brak hij. En dat deelde hij uit. En de 4000 mensen hadden genoeg te eten. Er waren zelfs 7 manden aan broden over. En nadat natuurlijk een hele bijzondere wonder die Jezus heeft gedaan. Stapt hij in een boot en reist hij door naar de volgende plek. En op dat punt in het verhaal zijn we dan. Ik wil de tekst graag in 2 stukken met elkaar lezen. Dus we lezen eerst Matteüs 16 vers 1 tot 4. En dan lezen we later nog vers 5 tot vers 12. Maar eerst vers 1 tot vers 4. Ik lees voor het de HSV. En de Farizeeën en de Sadduceeën kwamen naar hem toe om hem te verzoeken. En ze vroegen hem of hij hun een teken uit de hemel wilde laten zien. Maar hij antwoordde en zei tegen hen: als het avond geworden is, zegt u mooi weer, want de hemel is rood. En 's morgens: vandaag storm, want de hemel is somberrood. Huichelaars, de aanblik van de lucht weet u wel te onderscheiden. En kunt u de tekenen van de tijden niet onderscheiden? Het verdorven en overspelige geslacht verlangt een teken. Maar hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. En hij verliet hun en ging weg. Dus we lezen al in de eerste vers over een hele bijzondere samenwerking. De Sadduceeën en de Farizeeën waren 2 groepen die regelmatig met elkaar in conflict waren. Maar wanneer het gaat om Jezus, dan werken ineens beide groepen samen. En ze gaan naar Jezus toe met intentie om hem te verzoeken, staat hier. In de NBV staat er om Jezus op de proef te stellen. En dit was niet nieuw, dit hadden ze al regelmatig gedaan. In hoofdstuk 12 nog hebben de Farizeeën Jezus uitgemaakt voor Beelzebul, de aanvoerder van de demonen. En nu stellen ze Jezus op de proef door te vragen voor een teken. Ze gaan naar hem toe en ze vragen voor een teken in de hemel. En Jezus antwoordt gefrustreerd met hun, maar ook gewoon gefrustreerd met die hele generatie. Dat ze allerlei tekenen kunnen onderscheiden, maar niet de tekenen van de tijd. Maar waar heeft Jezus over als hij het heeft over de tekenen van de tijd? Nou, tekenen verwijzen naar iets. Dus als je rond zou rijden in de auto en je komt bij een stoplicht aan, een stoplicht is op rood, dan weet je dat je moet stoppen. En als het op een gegeven moment op groen verandert, dan weet je dat je door kunt rijden. Het is een teken dat wijst naar iets wat je moet doen. En zo waren er ook verschillende tekenen in die tijd, waardoor je kon weten dat Jezus de Messias is. Je kon het weten aan de wonderen die hij deed. De zieken die hij genas. De doven, de blinden, de kreupelden. Veel van die Farizeeën hebben het zelf nog meegemaakt. Ze hebben het zelf gezien, die wonderen. Plaatsvinden voor hun eigen ogen. Of ja, ze konden het wel weten aan de manier hoe hij sprak voor grote groepen.
Zeiden, niemand kon zo spreken zoals Jezus. Hij bezat een bepaalde autoriteit wat niemand anders had. En natuurlijk, ze hadden het ook kunnen weten door de profetieën. Door de vele profetieën die over Jezus zijn uitgesproken. De Farizeeën en de Sadduceeën die brachten heel veel tijd door in het Oude Testament. Ze kenden de Bijbel door en door. Ze kenden al die profetieën. Zij moesten toch als eerste wel realiseren en weten dat deze Jezus hier, die voor hun neus staat, dat is de Messias. Dat is de Zoon van God waar ze al lang op hebben gewacht. Dat hadden ze toch al moeten realiseren. Zij hadden toch als eerste dat moeten doorhebben. Maar jammer genoeg niet. Zij zien het niet in. Ze zien de woorden, ze horen hem spreken, maar ze begrijpen het niet. En dan vraag je natuurlijk af, waarom? Waarom kunnen ze dat niet inzien? Het is natuurlijk een beetje gissen naar wat de reden is. Maar Jezus zelf beschrijft dat de Farizeeën heel erg met zichzelf bezig zijn. In het evangelie, regelmatig vragen de Farizeeën, die vragen zichzelf af. Nou, als we dit doen, wat vindt het volk dan van ons? Of als we dat doen, wat vindt het volk dan van ons? En Jezus zelf in Matthäus 23 beschrijft hij dat de Farizeeën als ze over het marktplein lopen, dan willen ze graag dat mensen hem met rabbi, rabbi noemen. Met heel veel respect. Of als ze ergens uitgenodigd worden om te eten, dat ze een bijzondere plek nemen aan de maaltijdstafel. En dat iedereen naar hen opkijkt. Om bij de synagogen, dat ze de voorste rijen in bezit nemen. Ja, en ze waren zo bezig met zichzelf, dat ze niet inzagen dat de persoon die voor hen was, Jezus is. Maar voordat we de Farizeeën helemaal gaan verguizen, is het natuurlijk ook gewoon de eerlijke vraag om te stellen, hoe vaak zijn wij ook bezig met wat andere mensen van ons vinden? Hoe vaak maken wij de keuze? Nou, als we dit doen, wat vinden mensen dan van ons? Of als we dat doen? Wat vinden de mensen in de kerk van mij? Ben ik een goede christen of niet? Of wat vinden mijn collega's? Of wat vinden mensen om me heen? Wat vinden mensen van mij? Volgens mij is dat een vraag die we toch wel regelmatig stellen aan onszelf. En hoe vaak vragen we ons ook echt daadwerkelijk af dat we echt oprecht op zoek zijn naar Jezus? Zoals dat lied die we zongen, Laat ons Christus zien. Hoe vaak is dat ons verlangen? En ik denk, één persoon die dat echt goed begreep, die worsteling tussen ja, heel erg met jezelf bezig te zijn, is een jongen die genaamd Charles Haddon Spurgeon. Waarschijnlijk kennen jullie hem. Het is een hele bekende spreker. Toen hij 15 jaar oud was, bracht hij heel veel tijd door in de bibliotheek van zijn opa. Hij las heel veel boeken, maar gek genoeg waren zijn favoriete boeken theologische boeken. Dus hij las veel over de grootheid en de goedheid van God. En hoe meer hij erover last, hoe meer hij begon af te vragen, als die God zo groot en zo goed is, dan verdien ik het toch niet om bij die God te horen. Die conclusie kwam hij op een gegeven moment en hij worstelde echt mee. Zelf beschrijft ook later dat hij dan echt even in een periode van depressie zat en daarmee echt mee worstelde. Toen op een gegeven moment op een zondagochtend hij naar de kerk toe ging en onderweg naar de kerk brak er een sneeuwstorm uit. Dus hij ging schuilen in een kleine methodistenkerk. Het was een klein kerkje met 15 mensen erin. En die ochtend kon die dominee niet komen opdagen. Dus een van de gemeenteleden die besloot maar om te gaan preken. Dus die ging achter de preekstoel staan. En de preektekst van die ochtend was Jesaja 45 vers 22. En die gemeentelid had natuurlijk niks voorbereid. En in het Engels begint dat vers, die begint dan zo. Look unto me and be ye saved. Nou, of je het heel letterlijk vertaalt, kijk naar mij en word gered. Nou, die gemeente had natuurlijk niks voorbereid en die zegt, nou, kijken is best wel simpel. Iedereen kan kijken. Of je hoog opgeleid bent, laag opgeleid, rijk of arm, dat maakt allemaal niks uit. Iedereen kan kijken. Maar waar moet je heen kijken, zegt hij. Nou, niet naar jezelf. Kijk naar Jezus, zegt deze tekst. Op dat moment deed die preker iets heel geks. Hij wees naar die jongen, naar die 15-jarige jongen, en zei, jongeman, jij ziet er depressief uit. En die Spurgeon die schrok dat hij ineens persoonlijk werd aangesproken vanaf de preekstoel. En zei, jongen, je zult ook altijd depressief zijn totdat je mijn tekst gaat volgen. Kijk niet naar jezelf, kijk naar Christus. En op dat moment viel het kwartje voor Spurgeon. Op dat moment realiseerde hij, ja, ik verdien het niet om bij God te komen. Ja, natuurlijk, ik verdien niet om bij die grote en goede God te horen. Maar het is door Jezus
dat ik gered ben. Het is door Jezus dat ik er toch mag komen. En het heeft geen zin om naar mijzelf te kijken als ik naar Christus kan kijken. En ik weet, als ik naar Christus kijk, dan weet ik dat ik gered ben. En op dat moment viel dat kwartje dus bij hem. En dat, op dat moment heeft hij ook heel veel levenskeuzes gemaakt. En op een gegeven moment is hij ook op uitgegaan. Hij is ook een hele bekende spreker geworden. En duizenden mensen zijn tot geloof gekomen. Ook door de boodschap die hij vertelde. Dat we moeten kijken naar Christus. En wat was het mooi geweest als die fariseeërs ook tot die conclusie waren gekomen. Dat dat kwartje ook bij hun was gevallen. Dat het geen zin heeft om te kijken naar je eigen positie en wat andere mensen van je vinden. Wat was het mooi geweest als ze echt oprecht op zoek waren gegaan naar Jezus. Want ja, Jezus zegt het zelf ook, wie zoekt zal vinden. En als ze hadden gezocht naar Jezus, dan hadden ze hem waarschijnlijk ook gevonden. Maar ja, geschiedenis vertelt een heel ander verhaal. Ze zijn niet gaan zoeken en ze hebben hem ook niet gevonden. En Jezus zelf hier in deze tekst beschrijft en zegt, nou, ik zal je nog wel een teken geven. De teken van Jona. En Matteüs 12 legt Jezus dat iets uit. Zoals Jona 3 dagen in het vis was, zo zal Jezus dus ook 3 dagen in het graf zijn. En wanneer dus het grootste wonder ooit plaatsvindt, na 3 dagen in het graf op te staan uit de dood, en de fariseeërs horen daarvan, de gevangenisbewakers komen naar hen toe, ze horen het verhaal, dan is niet een eerste reactie, oh ja, ik kom tot geloof, ik realiseer dat Jezus de Messias is. Hun reactie is, we moeten ervoor zorgen dat niemand te weten komt wat plaats heeft gevonden. En wanneer Jezus is vertrokken naar hemelvaart, zijn ook de eerste mensen die bezig gaan om Jezus, om zijn vervolgelingen te vervolgen. Het is toch zo jammer dat ze zoveel bezig waren met hunzelf, dat ze niet inzagen dat de persoon die voor hun neus was, de Messias was. Maar laten we verder lezen in onze tekst, want er zijn volgens mij nog veel meer dingen eruit te halen. We lezen door van vers 5 tot vers 12. En toen zijn discipelen aan de overkant gekomen waren, bleek dat ze vergeten hadden broden mee te nemen. Jezus zei tegen hen, kijk uit en wees op uw hoede voor het zuurdeeg van de fariseeën en de sadduceeën. Ze spraken erover met elkaar en zeiden, dit zegt hij omdat wij geen broden meegenomen hebben. En Jezus, die dat wist, zei tegen hen, waarom spreekt u met elkaar over? Kleingelovigen, dat u geen broden meegenomen hebt. Ziet u nog niet in en herinnert u zich niet de 5 broden voor de 5000? En hoeveel korven u opgehaald hebt? En ook niet de 7 broden voor de 4000? En hoeveel manden u opgehaald hebt? Waarom ziet u dan niet in dat ik tot u niet over broden gesproken heb? Toen ik zei dat u op uw hoede moest zijn voor het zuurdeeg van de fariseeën en de sadduceeën. Toen begrepen zij dat hij niet gezegd had dat ze op hun hoede moesten zijn voor het zuurdeeg van het brood, maar voor het onderricht van de fariseeën en de sadduceeën. Nou, de discipelen hebben dus eigenlijk een hele domme fout gemaakt. Zo eerlijk kunnen we ook gewoon zijn, ze hebben gewoon een domme fout gemaakt. Ze hebben die broden zelf opgehaald, die 4000, ze hebben dat wonder zien plaatsvinden. Ze hebben die 7 korven met brood volgemaakt. En ze leggen dat neer en ze stappen in de boot en ze vergeten dat brood mee te nemen. Gewoon heel onhandig. Ten eerste is het gewoon voedselverspilling. 7 korven met brood laat je daar gewoon zo staan. En ten tweede is het ook financieel niet echt heel handig. Want nu moeten ze naar het dichtbijzijnde dorp toe. Het kost weer geld om weer brood te kopen. En dat gaat weer van het budget af. Het is gewoon niet heel handig wat ze hebben gedaan. Dus wanneer Jezus het heeft over brood, dan denken ze gelijk, ah ja. Hij wrijft het weer even in dat we vergeten waren het brood mee te nemen. Maar Jezus wil ze een heel belangrijke les meegeven. Maar ze luisteren niet omdat ze bezig zijn met hele andere dingen. Hij wil ze waarschuwen voor het zuurdeeg van de fariseeërs. Nou, ik ben zelf geen bakker, maar wat ik zo heb gehoord is dat je een klein beetje zuurdeeg, dat stop je als je brood klaarmaakt, dat stop je in het brood. En dat zorgt ervoor dat het brood gaat rijzen. En dan kost natuurlijk even tijd voordat het brood gaat rijzen. En in het Jodendom werd er tijdens 1 feestdag werd er geen zuurdeeg toegevoegd. Dus met Pesach, als ze stilstonden bij een vlucht uit Egypte,
hadden ze geen tijd om te wachten of om dat brood te laten rijzen. Dus ze deden geen zuurdeeg erin. Ze bakte het brood klaar en nam het gelijk mee. En want dat zuurdeeg zou dan het brood verpesten. En dat zuurdeeg is op een gegeven moment door het Jodendom centraal komen te staan als een symbool voor het kwaad. Dat klein beetje zuurdeeg wat je toevoegt, dat zorgt ervoor dat je het hele brood niet meer kan gebruiken. En als je met zuurdeeg een brood klaarmaakt en je komt bij Pesach aan en je hebt dat brood net klaargemaakt, dat is net klaar met rijzen, nou, dan kan je dat eigenlijk dat hele brood weer weggooien, omdat je zuurdeeg erbij hebt gedaan. Dus hij vergelijkt het onderwijs van de Farizeeën met zuurdeeg. En hij zegt, pas daarvoor op. En maak je dan ook geen zorgen over die manden met brood en de financiële kosten en voedselverspilling. Maak je zorgen over het onderwijs van de Farizeeën. Want zij leiden mensen, zij brengen mensen op een verkeerd pad. En pas daarvoor op. En dit is wel een probleem die vanaf toen ook altijd met de kerk mee heeft gezeten. Er zijn altijd wel mensen of groeperingen geweest dat mensen hebben weggeleid of een verkeerde pad hebben opgeleid. In Openbaringen worden 7 brieven toegestuurd aan de gemeente. In 2 van die brieven is het probleem in de gemeente verkeerd onderwijs. Dat ze dingen vertellen of dingen zeggen over God of over Jezus dat gewoon niet klopt. En hij zegt, pas daarvoor op. Dat was het probleem toen en dat is een probleem altijd al wel gebleven in de kerk tot vandaag de dag. Mensen en groeperingen die mensen afleiden of naar een verkeerd pad brengen. En hij zegt, daarvoor moet je zorgen over maken. Leer Gods woord kennen. Snap wat Jezus zegt en pas op dat je niet misleid wordt. En Jezus geeft die waarschuwing meerdere keren door het evangelie aan zijn discipelen. En de discipelen die horen het, maar ze maken er geen zorgen over. Want ze maken zich zorgen over dat brood dat ze hadden vergeten bij dat vorige plek. Ze hadden dus hun prioriteiten helemaal verkeerd. Ze maakten zich zorgen over de verkeerde problemen. En hoe herkenbaar is dat ook? Als gemeente, maar ook als gelovigen. Hoe vaak maken we ons zorgen over of dat de kerstversiering is om het, tijdens kerst. Wat voor kerstversiering in de kerk hangt. Wat voor stoelen in de kerk zitten. Wat voor soort koffie in de koffiezetapparaat is. Hoe vaak maken we ons zorgen over de juiste problemen, zoals Jezus dat zou zeggen. Hij zegt, pas op voor dat zuurdeeg. Pas op voor verkeerd onderwijs. En dan krijg je dus je prioriteiten recht. En dat kan je doen, denk ik, door gewoon drie open deuren trap ik in. Ten eerste door gebed. Door als je bidt en als je voor Gods troon komt, dan realiseer je ook weer even, is dit nu waar ik me zorgen over maak? Is dit nu het punt waar ik me zoveel last van heb? En ten tweede, door gewoon de Bijbel te lezen. Door de Bijbel te lezen leer je Gods hart kennen. Je leert kennen wat Hij belangrijk vindt. En wat belangrijk is voor jou als gelovige. En wat natuurlijk een heel groot verschil is met het lezen van de Bijbel in vergelijking tot het lezen van andere boeken. Is waar je met andere boeken gewoon kunt doorbladeren naar je favoriete hoofdstuk of naar je mooiste stuk. Is met de Bijbel is dat niet zo. Je kunt niet als een snoepenplank dingen eruit halen die je zelf leuk vindt. Want er zitten ook teksten tussen die misschien confronterend zijn. En dat zijn niet teksten waar je dan heel snel doorheen moet bladeren. Maar misschien juist teksten waar je stil moet staan. En denken, wat heeft Christus misschien tot mij te zeggen door die vers heen, door die tekst heen? Dat je echt oprecht op zoek bent naar Gods hart, dus door die Bijbel heen. En ten derde, we hebben ook gewoon elkaar nodig. Het volgen van Jezus doen we samen. We hebben mensen nodig zoals Christus in deze tekst, die naar de discipelen toe kwam en zei, waarom maak je nou zorgen over dat brood? We hebben gewoon mensen nodig die ons even op dingen kunnen aanwijzen. Die ons kunnen aanmoedigen in ons geloof. We hebben gewoon elkaar nodig. Samen volgen we Jezus. Dus ik denk dat die drie dingen van belang is. Gebed, de Bijbel te lezen. En we hebben gewoon elkaar nodig. Of dat door kringen is, of door kerkdiensten, of wat dan ook. Samen volgen we Jezus. Dus even om alles nog even kort samen te vatten. We hadden het gehad over het begin, over die motivatie van die Farizeeën, dat ze bezig waren om Jezus te verzoeken, om op de proef te stellen. En hoe belangrijk het is dat je echt oprecht op zoek bent naar Jezus. Als je echt op zoek bent naar wat hij je te zeggen heeft. En dat het belangrijk is om je prioriteiten recht te hebben. Dat je niet zorgen maakt over dat kleine dingen,
maar je zorg maken over de juiste problemen. Als gemeente en ook als gelovige. En dat doe je door de Bijbel te lezen, door gebed en door elkaar. Door elkaar erop aan te spreken. Ik denk dat dat wel belangrijke punten zijn om mee te nemen. We zingen samen nog een lied. Opwekking, of luisteren naar een lied, moet ik eerlijk zeggen. Opwekking 568. De muziek vervaagt. Ik vind het altijd wel een hele mooie lied. Of iedereen wil gaan staan, dan zal ik bidden en dan aansluitend de zegen meegeven. Er is volgens mij na de dienst geen koffie, maar het zou wel leuk zijn als we nog even buiten even nog elkaar kunnen spreken. Volgens mij is het geen straf met dit weer om even buiten te staan.
Maar laat ik bidden, dan geef de zegen mee. Heer, zoals ook hoorde in dat lied, het draait toch allemaal om u, Heer. Heer, als we het ook hebben gezegd, ook hebben geluisterd naar het lied. Heer, het gaat toch allemaal om u. En dat we toch ons zoveel bezig kunnen zijn met onszelf, onze eigen positie of wat andere mensen van ons vinden. Maar het is goed, Heer, om weer stil te staan dat het om u draait. En wat u heeft gedaan, dat kruis, Heer. Dat is toch bijzonder. En Heer, dat u gestorven bent aan het kruis en 3 dagen daarna bent opgestaan. Heer, het is goed om te weten dat we door u bij de Vader mogen komen. Dank u wel, Heer, voor alles wat u heeft gedaan. Dan bid ik de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Fijne zondag.